Dag Evelien, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Jij bent finaliste. Stel je eens even voor, alstublieft. Ja, inderdaad. Ik ben Evelien. Ik ben 18 jaar. Ik kom uit Gent. En mijn opleiding is schoonheidsspecialiste. Zelf ook heb ik al 3 workshops achter de rug om mij nog te specialiseren. Hoe komt het dat je meedoet aan zo'n misverkiezing nu? Hoe dat komt? Gewoon, ik heb dat eigenlijk, iemand heeft mij dat een bericht gestuurd en heeft mij gevraagd wat ik dat zo graag zou willen doen. En ik dacht van ja, waarom niet? Het zou een mooie kans zijn om wel degelijk mijn verdere studies te kunnen voortzetten in feite. Ja. Nou, wat wil je worden later eigenlijk dan? Wat ik wil worden? Alsens iemand dat in de wellness- en beauty sector werkt, sowieso. Iemand die een eigen zaak heeft, die op haar eigen benen kan staan en zeker en vast wel in de sector, sowieso. Dus ja. Tof. Wat vinden je ouders dat je meedoet aan zo'n misverkiezing? Mijn mama is daar heel enthousiast om, omdat zij ook zelf nagelstyliste is. En ja, en ze heeft ook zelf hotstone massages gedaan. Dus dat is eigenlijk wel heel handig voor mij, dat ik ook wel de kennis ook heb gedaan. Het is eigenlijk met je meegekomen, ze heeft het mij zo wat meegegeven. En mijn papa is daar ook heel enthousiast om. Die is ook heel trots natuurlijk dat ik hier sta. Dus ja, en papa is hier ook aanwezig vandaag. Dus, ja. Hoe ben je als persoon eigenlijk? Als persoon? Ik ben een heel vrolijk persoon, ik ben enthousiast en ik kan ook wel een beetje zenuwachtig overkomen soms. Maar ik ben wel spontaan, ik ben open, ik probeer echt oprecht te zijn en als het mij niet aanzet, wil ik dat ook wel zeggen. Het is gewoon, ja. Wat denk je dat de kwaliteiten zijn die zo'n ambassadrice moet hebben? Sowieso waar echt in je schoenen staan. Weet waarover dat je bezig bent en ook zeker en vast de kennis weet waarover je praat, dat is heel erg belangrijk en ja, veel verantwoordelijkheid hebben, zeker en vast. Denk je dat dat de jury is, dat dat de jury gaat interesseren, dat ze daarop gaan selecteren? Denk ook wel sowieso de kennis, dat je opdoet, dat ze niemand gaan laten gaan die er niet veel kennis van heeft. Maar ik vind ook persoonlijk dat je jezelf goed moet kunnen verdedigen. Als je zelf staat en zegt van kijk, dat ben ik en dit is wat we je krijgen, vind ik dat wel heel belangrijk. En dan denk ik ook dat de juryleden daar ook wel, dat je je eigen kunt verkopen, zal ik maar zeggen, gaan ze daar ook wel heel veel rekening mee houden. Oké, ik denk dat je dat zeker gaat lukken. In ieder geval heel veel succes. Dank je wel. Nog een goede avond.